Clemens wel in de maand van Groeschelt, die ook in de bekkerij gewoond. Mijn naam is Julia Lemmens. Ik werkte heel lang eigenlijk al bij pastorie Peter Lemmens. Peter Lemmens is mijn pap. Al 100 jaar geleden zien de overgrootouders van mijn pap die kruidenierszaak. Hij in het pand opgestapt, de Rijksweg 50. Omdat zijn pap op jonge leeftijd eigenlijk is overlijden, heeft hij een soort die drang gehad om toch de zaak voor te zetten. Peter is natuurlijk heel klein begonnen. Een paar broodjes wat gemaakt worden. Mijn pap wilde altijd wel echt het verfijnde gebak maken. Want het vak heeft er ook echt geleerd bij Pasterie Royale in Maastricht. Daar heeft er ook 10 jaar gewerkt. Goede kwaliteit en echtheid van zichzelf. En ik denk dat hem daardoor zich toch een beetje onderscheiden van anderen. Peter, dat was gewoon ontzettend streng op kwaliteit. Peter stond nog altijd zelf in de bekkerij. Soms moest hij heel streng zien en zorgen dat de juiste kwaliteit gewaarborgd blijft. En daardoor creëert ze uiteindelijk een begrip. Dat de lui of trots erop zien dat ze gebak van Lemmens hebben. Wat heel belangrijk is, wat we doen, is dat we de juiste grondstoffen blijven gebruiken. De gooie boter was 4 keer zo duur als 7 jaar geleden. Ik blijf gewoon die roomboter gebruiken, wat ik altijd gebruik. Reed heel hard werk en dat werken ze moet eigenlijk ook fataal geworden. Er is een harnas gestorven. We maken gewoon echt alles zelf. We kopen geen halfrabbekraten in. En zo is wat voor een intensieve arbeid er aan wordt verricht. De Grenache is echt de toert van Peter Lemmens. Er zijn heel veel andere bekkers wat hem proberen na te maken. Maar zo weer hier gemaakt werd, werd er nergens gemaakt. Woensdagmorgen begin van 4 uur. En 4 uur beginnen de bekkers en de patissiers. Die beginnen met de voorraad te maken wat nodig is voor de winkels en de derde kanaal. Weekend is de top, zaterdag zondag. Dus we moeten zeggen dat we alles klaar hebben wat we zaterdag en zondag nodig hebben. Het wordt allemaal vers gemaakt, maar er moest wel een voorbereiding treffen. Om 6 uur komen dan de bezorgers. Die komen alles klaarzetten voor onze eigen winkels. Die moeten het eerst op de voorraad willen. En vervolgens pakken ze de horeca. Uiteindelijk wordt het steeds groter en groter. En dus ook serieuzer. Patisserie Lemmens heeft 3 bezorgers. En we hebben ongeveer 15, 16 bekkers. We hebben 2 chocolatiers. En dan neven we dan nog het zaterdag, zondag hulp. En uiteraard de vaste winkeldames. Als ik dat allemaal bij een optel, komt er op ongeveer 60 personen uit. Gestart is er denk ik met 3. Er wilden steeds meer. En er zag ook dat het goed liep. En als het goed liep, dan wil ze er meer van. Als het met een pap had gelegen, wilde hij echt wel nog naar het noorden en daar ook filialen openen. Het belangrijkste was dat de klanten dachten dat het niet hetzelfde was, omdat met een pap er niet meer was. Maar dat is natuurlijk niet zo, met een pap dicht maar een klein deel van het grote geheel wat we maakten. Peter Lemmens besteedt nu 39 jaar. In 2018 is het 40-jarig bestaan. Als je bij Peter Lemmens gewerkt hebt, of werkt, dat is gewoon een bedrijfsboost trots op mag zijn.